opa en zijn broer werkten bij hun vader op de Vliet. En mijn opa is toen voor zichzelf begonnen op de Heerenweg. En zijn broer nam de zaak van zijn vader over. En dat is geëindigd in een rijwielhandel. En mijn opa is dus verder gegaan in het wagenmakersvak. Toen is daar op een gegeven moment mijn vader bij me gaan werken. En zijn broer. En die broer is voor zichzelf begonnen. En mijn vader heeft de zaak doorgezet voor zijn vader. Mijn opa had een hele goede naam in het land, schijnbaar al. Met kruiwagens die heel goed in de hand lagen. Met eggers die heel goed trokken door het land heen. Dat had met de pennen te maken die erin zaten. Op de een of de andere manier. Plus dat mijn opa, en dat wist ik helemaal niet, maar die was in die tijd, in 1930 of zo, zat hij al in het landelijke bestuur van de wagenmakersvereniging. Was hij secretaris. En hij adverteerde toen ook al in de Leidse Courant. Dus die was toch ook wel redelijk vooruitstrevend al. En toen mijn vader in de zaak gekomen is, toen kregen we de tijd dat op iedere vrachtwagen moest een cabine gebouwd worden. Dus een vrachtwagen werd afgeleverd met alleen een grote neus, waar de motor onder zat, een stuur en een dashboard. En zo kwam die bij de carrosseriebouwer aan en die moest er dan een cabine opbouwen. Maar op een gegeven moment zijn de vrachtwagenfabrikanten zelf cabines gaan bouwen. Dus toen dachten we al dat onze hele wereld instortte en dat het eigenlijk wel een beetje over was met het vak. Maar goed, uiteindelijk is gebleken dat er genoeg werk was in laadbakken die erop gebouwd werden. Dus vanaf die tijd werden er alleen nog maar laadbakken gebouwd in allerlei uitvoeringen. En omdat de ervaring was er met hout, met die houten cabines, ja, werden ook op een gegeven moment houten rolluikerbakken gebouwd. En die houten laadbakken, dat was natuurlijk toch, ja, eigenlijk een beetje ons kunstje ook. En dat hebben we dus gedaan tot een jaar of 12 terug. En uiteindelijk zijn we toen ook gesloten laadbakken gaan bouwen. Die bouwden we al wel, maar niet zoveel. Maar wat in de groente was meest zeil of open. En naderhand kregen we transportbedrijven die stukgoederen vervoerden. En melkfabrieken die kregen we als klant. En toen zijn we dus volop gesloten laadbakken gaan bouwen. Die melkfabrieken waren op een gegeven moment wel een heel groot deel van onze omzet. Want we hadden hier in de omgeving een stuk of 5-6 melkfabrieken. En die waren eigenlijk allemaal klant bij ons. En Menke heeft in die tijd al die melkfabrieken overgenomen. Menke was van ons een hele grote klant, qua reparatie, qua nieuwbouw. Maar Menke werd overgenomen door de NMU. De fabriek werd verplaatst naar Rotterdam en we waren onze grote klant kwijt. En in de groentehandel, ja, dat werd ook steeds minder in Rijnsburg. Dus daar moesten we het ook niet van hebben. Maar in die tijd begon het lijnrijden op Duitsland onder andere. Dat het op een gegeven moment zelfs zo was dat 70% was niet ander werk, maar dat was de bloemenwagen, zeg maar, de rolluikerwagen. Al 20 jaar geleden denk ik gaan veranderen naar de gesloten wagen, zodat de winkel hier de laadbak in kwam. En daar hebben we natuurlijk ook verschillende dingen toen voor uitgedokterd. De rolcontainer, ja, een rolcontainer. Wat was een rolcontainer? Dat moest je allemaal uitvinden. Vroeger deden we ook het. Alleen de opbouw deden wij, de laadbakken, maar niet de spuitwerk, het schilderwerk. Dat werd altijd gedaan door Van der Guchten, de buurman een beetje in Rijnsburg. Wij groeiden wat in die tijd en die Van der Guchten die groeide eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment was het zo, als wij een wagen klaar hadden, moest hij 3 weken wachten voordat die Van der Guchten naar binnen kon om geschilderd te worden. Plus we kregen steeds meer klanten die wilden een prijs weten van de laadbak, maar ook van het schilderwerk. Ja, Van der Guchten die zei altijd, ik moet eerst de auto zien en dan kan ik pas de prijs opgeven. Maar ja, die auto was er helemaal nog niet. Dus ik was dat op een gegeven moment een beetje zat. Toen heb ik gezegd, nou ja, degene die dan die prijs wil hebben, die geven wij dan wel op en dan doen we hem zelf. En degene die naar Van der Guchten willen, die gaan gewoon naar Van der Guchten. Ja, dat gaf nog wel een beetje bombarie, want mijn vader was eigenlijk altijd een goede vriend van die Van der Guchten. En die zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Maar ja, ik wilde wel verder. Maar binnen 3 maanden ging er niemand meer naar Van der Guchten. En wilde iedereen dat wij hem schilderden. Maar ja, daar waren wij helemaal niet op ingericht. Maar goed, dat zijn we wel gaan doen. En ik kan me nog wel herinneren, de eerste achterkant van een rolluikerwagen die gehout moest worden.
Ik had daar bij Van der Gugten wel eens een beetje gezien hoe ze dat deden, maar ja, ik had ook geen schildersopleiding gehad. Dus ik ben daar s'avonds na het werk om 9:30 aan begonnen. En ik was s'nachts om 9:30 geloof ik klaar. Maar ja, toen kwam de volgende natuurlijk, die wilde dat het ding ook gespoten werd. Maar ja, daar waren we ook helemaal niet op ingericht. We hadden geen spuitcabine, we hadden niks. Dus dan deden we in de werkplaats ruim op tijd de boel goed aanvegen, water strooien. En dan hadden we een jongen die kwam dan s'avonds dat ding spuiten voor ons. Maar ja, dan kwam hij 's morgens, toen was het hele magazijn was rood of blauw of groen. Dus dat was ook geen doen. Op de Herenweg nog, toen we die auto zelf gingen spuiten en schilderen, kocht mijn vader op een gegeven moment het Esso benzinestation wat er was. En wij hebben erachter toen een nieuwe spuiterij gebouwd. In die tijd hadden we, als er een reclame op een auto moest, hadden we een reclamemannetje in Leiden, die belden we dan en die kwam dan op de afgesproken dag of de reclame erop zetten. Maar ja, dat mannetje was wel ouder en dat werkte ook allemaal niet zo geweldig meer. Toen hebben we uiteindelijk zelf een jongen aangenomen, die had de schilderschool gedaan in Utrecht. Ik zei, joh, doe jij maar eens even wat voor. En die heeft een bloem geschilderd. Toen zei ik, nou dat gaat prima. Dus dan hadden we zelf ook een reclameschilder in dienst. Dus we hebben nu nog steeds die reclameafdeling. Wat deed natuurlijk die hele Hofstraat, die stond vol met auto's van ons. En die mensen werden er ook allemaal gek van. En wij zelf ook. En dan had je bijvoorbeeld in de winterperiode, dat ging vriezen. En dan gingen die kachels nog wel eens kapot die in die vrachtwagen zaten. Ja, dan kwamen er vaak zo in een paar uur tijd een stuk of 10 aanrijden met een kapotte kachel. Ja, daar hadden we ook geen ruimte voor op de Herenweg in dat pand. Dus dat stonden we allemaal buiten te doen. Want ik denk, ja, we kunnen hier niet blijven. We moeten een keer wat anders gaan zoeken. Toen zijn we op een gegeven moment in contact gekomen met de heer Star. Die had hier een kwekerij. En dat land hadden we via via gehoord was te koop, een gedeelte van zijn land. Dus we spraken toen over 8000 vierkante meter kwekersgrond. En dat kon ik kopen. Of dat konden we kopen. Maar hij had nog diverse andere gegaden, dus we moesten wel opschieten. Nou ja, dat verhaal had ik dan ook wel afgestoken misschien. Als mijn land was geweest. Maar ja, ik zat een beetje in mijn piepzak. Ik denk, ja, verdikken me. Als hij dat aan de ander verkoopt, hebben we weer niks. Dus we hebben dat land toen gekocht. Maar dat was kwekersgrond. Daar mocht niet op gebouwd worden. Dus dat was ja, een beetje een gok. Mijn vader was er al helemaal niet blij mee. Ik zei, nou ja, pa, als het niet anders is, dan worden we wel kweker. Het is niet anders. Dus goed, na die 3,5 jaar procederen, kregen we uiteindelijk toch een vergunning. En zijn we hier in 80, is de eerste paal de grond ingegaan. En in april 81 is het pand geopend. We kwamen eigenlijk net in een periode terecht dat het in 81 was het ook weer puur slecht. Zoals we nu die periode hebben dat het slecht is eigenlijk, economisch gezien, was dat in 81 ook zo. Alleen het verschil met nu is dat we in 81 betaalden we 12-13% hypotheekrente. En dat is nu natuurlijk wel iets anders. Maar goed, we zijn die tijd doorgekomen en toen kwam diezelfde heer Star, die kwam na 3 jaar al of zoiets van, joh, ik heb nog een stuk land te koop. Dat sloot aan op een stuk van ons. Maar ja, wij zaten nog zo ver bij de bank en alles in krijt, dat ja, er was eigenlijk geen denk aan. Maar ja, van de andere kant, buurmans land is maar 1 keer te koop. Dus we waren op een gegeven moment in Amsterdam op een vrijgezellenavond van een broer van me die ging trouwen. En er zat een waarzegster aan tafel, s'nachts. Dat was al later hoor, in een of andere kroeg. Ik denk, dat is mooi, dan zal ik eens aan die waarzegster vragen wat die daar nou van zegt. Ik het verhaal uitgelegd en zeg, moet je niet kopen. En ik denk, potverdikke me. Nou is mijn probleem nog groter geworden. Uiteindelijk hebben we dat stuk land toch gekocht. En daar zijn we al vrij snel eigenlijk. Want we waren toen die koelafdeling begonnen. Ja, dat kon allemaal niet meer in de carrosserieafdeling. Dat werd te klein daar. Toen hebben we daar een nieuwe afdeling gebouwd voor de koelmachines. Dus dat kwam heel goed uit dat we dat stuk land gekocht hadden. Waar we steeds meer last van kregen, dat was garagehouders die het heft in eigen hand namen. Die gingen een vrachtwagen verkopen en die probeerden ook de laadbak erop te verkopen. Dus ik zag die buil een beetje hangen en toen zijn we dus inderdaad handel en verhuur hebben we opgericht. Dat betekende dat wij dan zelf meer het heft in eigen hand konden houden. Door eventueel zelf nieuwe vrachtwagens aan te kopen, een laadbak erop te bouwen. En zo'n ding te verkopen of te verhuren of wat dan ook. Nou, dat is ook uiteindelijk wel goed uitgepakt.
Dus dat is ook een afdeling die ook goed draait. En zeker in deze slechte tijd kunnen we nog eens wat risicootjes nemen door zelf dingen aan te kopen, op te bouwen. En dan proberen weer te verkopen. Of te verhuren, langdurig of kort. Of, maakt niet uit. En dat is eigenlijk ook het moment dat dat ik zelfs een beetje aan stoppen dacht. Wat nog roet in het eten gooide was het feit dat een van de drie broers dus een jaar of 8 geleden gestorven is. Dus dan ben ik eigenlijk nog wel wat langer doorgegaan. Maar goed, ik ben er altijd nog wel bij betrokken. Maar op een gegeven moment moet je de jeugd ook zijn gang laten gaan en een kans geven. Ik weet het hoe het bij mijn eigen vader was vroeger. De deuren vlogen uit de sponningen en dat wil ik niet. Maar we houden het nog een beetje in de gaten en ik vind het nog leuk. En ik ben er nog toch wel bij betrokken. En ik hoop dat dat zo kan blijven in de toekomst. Ook na deze 100 jaar.